Ding, ding. Ik denk dat ik behoorlijk heb meegewerkt. Behoorlijk meegewerkt? Ja. Ja. Vindt u dat? Als u al zo lang op de betaling had moeten wachten als ik op mijn meubels, dan denk ik... Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij moeten de klappen hier opvangen bij dit hek. Buurman mag de auto aan de kant. Buurman, dat is niet de afspraak. Maar je niet meer terug op? Waar slaat het op? Probeer het niet. Blijf op, we gaan op van mijn af. Het is oorlog op het klein. Een burgeroorlog in het klein. Ik ga vandaag terug naar twee eisende partijen die hun zaak hebben gewonnen bij de rijdende rechter. Vanmiddag ga ik met meneer Geerts vissen bij het Haarsteegse Wiel. En hij was zo aangeslagen toen hij een parkeerboete kreeg op zijn favoriete visplekje. Mijn viswiel stort op dat moment letterlijk in. En hoe kan ik daar niet meer vissen? Hoe barbaars wil je het hebben? En mevrouw Provoost erft haar ouderlijk huis en ze besluit het in de verkoop te zetten. Alleen de makelaar die doet iets zonder met haar te overleggen. Hij verhuurt het huis aan een bedrijf dat huisvesting biedt aan buitenlandse werknemers. En per direct worden er 3 mannen uit Litouwen in haar huis geplaatst. Moet je kijken, het lijkt hier wel een hotel. Bedden neergezet, tafeltjes neergezet, ander vloerdekkentje erin. We komen terug van vakantie en wat ligt er daar? Een mailtje in de inbox met het huis is verhuurd. Als u uw spullen terug wil halen, kunt u een afspraak maken met de verhuurder. Het zijn 5 bedden, er zijn iedere keer verschillende mensen die hier komen logeren, slapen. Maken gebruik van de badkamer, maken gebruik van het toilet, maken gebruik van de woonkamer. Allemaal dingen zijn allemaal spullen van onszelf en dan gaan ze zomaar op. Nou, ik vind het gewoon eigenlijk ook nog een beetje een vies idee. Dat het allemaal gebeurt. Wij verzorgen huisvesting van werknemers die in Nederland komen werken. En wij proberen van zoveel mogelijk huizen een klein soort van hotel te maken. Dat ze gewoon alle voorzieningen voor handen hebben. En zich totaal kunnen richten op hun werk. En een huiselijke omgeving hebben waar ze in de vrije tijd kunnen verblijven. Dit is de bank van mijn moeder. Er hebben allemaal andere mensen opgezeten en aangezeten. Ze was er altijd zuinig op en er zitten ineens vreemde mensen in. Ja, ze hebben een gasfornuis geplaatst. Ze hebben een koelkast geplaatst. Ze hebben vervolgens een kastje van de muur moeten slopen, omdat het anders niet paste. We stonden voor de deur. En het enige wat ze zegt van, heeft u de sleutel? Ik zeg, nee, die hebben we niet. Heeft u toch? Ja hoor, volgt u mij maar. Ze deed de woning, de deur, voordeur open van mijn eigen woning. Komt u maar verder. Ik nam aan bij het tekenen van een huurovereenkomst dat mevrouw op de hoogte was van al onze regels waar wij mee te maken hebben. Nou, dat zei mijn partner, maar u gaat geloof ik aan 1 ding voorbij. Is er een getekend stuk waarin staat dat u gerechtigd bent om in de woning te zijn? Toen moest ze even nadenken, zegt ze, nou, ik heb wel getekend, maar ik weet niet of u getekend heeft, zegt ze, maar zo werken wij. Ik had tenslotte betaald en ik had een huurovereenkomst getekend. Dus dan neem ik aan, alles is geregeld. En vervolgens zegt ze van, nou, ik geloof dat alles naar tevredenheid is. Ik zeg, ik dacht het niet. Ik zeg, ik wil dat u per direct uw spullen eruit komt halen. En ik vind dat u gewoon hier weg moet zijn. Het lijkt me vrij duidelijk dat de verplichting die ik aangegaan ben, dat ik ook haar daaraan wil houden. Ze heeft tenslotte het huurcontract ontvangen. En als ze hem niet wil tekenen, ja, dan is dat haar keuze, niet die van ons. Mevrouw van Geel lijkt de boosdoener, maar zij is afgegaan op wat de makelaar zei. En in de studio probeert ze uit te leggen dat ze te goede trouw heeft gehandeld. Ik heb die ochtend gewoon keurig netjes een contract ondertekend. Zo gebeurt dat heel vaak. Huizen worden door een makelaar verhuurd. Want u doet het heel vaak, hè? Dat is echt uw werk. Ja, ja. Ik denk dat het geschil gewoon door een misverstand is ontstaan. Ja. En dat misverstand kunnen we oplossen. Maar ja, dat doe je toch wel door te communiceren. En die communicatie is wel een beetje achtergebleven. Nou, de communicatie is in zoverre geweest dat wij waren niet op de hoogte van het hele geval. Ja. Want we hebben 11 juli hebben we een mailtje gehad. Daar heb ik gezegd van nou, wij gaan op vakantie. En 12 juli om 8:30 stond mevrouw op de stoep met de makelaar. Kwam er een grote vrachtwagen met bedden. Ja. Ja. En om 12 uur stonden al die touwers op de stoep. Wat u zegt, niet getekend. Wij konden niet eens tekenen, want we wisten helemaal niet wat er aan de hand was. Maar los daarvan, u wilde het ook niet eens tekenen. Buiten dat? Ja. Nee, we wilden niet tekenen.
Mevrouw van Geel heeft een aantal aanpassingen gedaan in het huis om het leefbaar te maken. En meester Visser gaat kijken wat zij nou allemaal gedaan heeft. Of, zoals mevrouw Provoos het noemt, wat zij allemaal vernield heeft. Dit is de keuken. Ja. Hierachter, hieronder zit inderdaad een gat. Waar vroeger totaal heeft gezeten. De opening voor de gat. Dus dit hebben wij geprobeerd zo fatsoenlijk mogelijk. En ik dacht dat het er keurig uitzag. Hebben wij dit proberen op te lossen. We moeten ook even laten zien dat er zelfs een stuk uit de oven gezaagd is. Onder een, ja, het is een hele grote kraan. De oven hebben ze ook een stuk uitgezaagd. Maar de oven is ook niets meer functioneel. Ja, die kan je naar voren schuiven, de oven. Ja. En ze hebben eigenlijk... Moet ik hebben, een gaatje gezaagd. Ja, als u dan achterin kijkt. Hebben ze een grote kraan zitten om hem zo passend te maken, zeg maar. Ja, die oven deed niet meer. Nee, nu niet meer. Hij is kapot. Nee. Ja, nu wel, ja. Oké, maar hij deed het al niet meer. Ja. Dus wij moesten hier een oplossing hebben zonder veel schade aan te richten. En dan was dit de beste optie om dat te doen. En deze magnetron is van mevrouw. De koelkast was koelkast. Van mevrouw. Ja. De koffieapparaat. Waterkoker. Koffiezetapparaat, waterkoker, ja. Het is eigenlijk allemaal. En van wie is dit? Dat is van mevrouw. Maar allemaal van u. Dus eigenlijk is alles wat hierin staat van mevrouw. Ja. En wat in de huiskamer staat, is allemaal van u, behalve de televisie. Klopt. Ja, probeer het een beetje te onthouden. Nee, dat klopt. Dan gaan we nu naar boven. Sorry. Even kijken. Ik zie hier het oude gasfornuis staan. Klopt. Nou. En deze wasmachine, van wie is die? Van mij. Van u? De wasmachine is van u. Onder het pakket kunt u de wasmachine aansluiten zien die ze hebben gemaakt. En de schade aan de muur die aangericht is bij een poging tot het zoeken naar een afvoerleiding. Het enige wat mijn klusjesman heeft geprobeerd, is daaronder een afvoer te maken. Hij heeft dat gat weer zo goed mogelijk dichtgemaakt, maar om hem echt te herstellen, daar hebben wij nog geen kans voor gehad. Dit is dan de zolder. Ja, alles was, alle kleding, alles was gewoon in de hoek gegooid, alles was boven elkaar. Maar het ging om het glasservies, zeg maar, en de Royal Albert. En die potjes. De bloempotten. Hele bijzondere bloempotten. Oh, pardon. Nou, bijzonder. Maar allemaal stukjes af. Het gaat gewoon om het principe dat ze aan onze spullen zit. En dat het gewoon allemaal zo in een doos wordt gegooid. Dus even kijken of mevrouw Provoost er is. Ja, dit is het huis. Het is helemaal leeg. Hey, dag. Goedemiddag. Hallo. Hoe gaat het met u? Welkom. Prima. Nou, en het is helemaal leeg op wat schilderijen naar. Ja, ik dacht nog even een beetje vrolijkheid aan de muur, ja. Tot slot. Maar voor de rest, alle spulletjes zijn eruit. Daar zijn we echt heel blij mee. Ja, ja. Wat een opluchting. Nou, zeker. Na al die tijd. En we zijn heel lang mee bezig geweest. Mm-hmm. En in een hele korte tijd, korte doorlooptijd, is het huis verkocht. We gaan strakjes naar de notaris. Ja. En dan wordt het getekend. Dus dat is wel echt... spannend! Wat fijn! Ja, ja, ja. Dus ik kan nu echt een streep onder. Ja. Ik ben er volstrekt van overtuigd dat mevrouw van Geel in goed vertrouwen dacht dat zij inderdaad die woning had gehuurd. Ze is afgegaan op de makelaar. Maar dat neemt niet weg dat de makelaar niet bevoegd was om de woning te verhuren. En dat mevrouw van Geel daarop wel vertrouwde, dat was dus ten onrechte. Het woningverhuurbedrijf moet daarom de volgende schade vergoeden. €500 voor een nieuw aanrechtblad. €200 voor reparatie op zolder en het terughangen van het keukenkastje. Ik zal ook €150 toewijzen voor een nieuw voordeurslot. En ook nog €200 wegens een gebruiksvergoeding. Hè, want er is wel tegen betaling verbleven in de woning. Samen dus een bedrag groot €1.050. Dit is mijn uitspraak en daar moet u mee doen. Dank u wel. De uitspraak van meester Visser was dat mevrouw van Geel moest betalen. Ja. €1.050 heeft ze dat betaald? Heeft ze netjes betaald, inderdaad. Okay. Ja, dat is allemaal gelukkig goed verlopen. Het is zo, daarna is... het was eigenlijk een moment was afgesproken om het huis leeg te ruimen. Ja, oké, en dat hebben jullie gefilmd, hè? Ja. Want ik zie hier... Vrienden van ons hebben de opname gemaakt. Kijk maar eventjes. Laten we eens even... Ja, enter, hè? Drukken we dan. En ik heb assistentie van de politie. Oh, kijk, daar staan. Om te kijken of alles volgens plan verloopt. Dat mevrouw ook een aangifte tegen mij heeft gedaan. Dat inderdaad ook alles de deur uitgaat. Is toen een grote vrachtwagen gekomen met ineens heel veel hulpjes. Dus ineens liepen allemaal mensen in het huis.
Maar er was van tevoren toch wel gevraagd voor de politie om het toch een beetje te... Ja, want de politie was erbij. Ja, waarom is de politie erbij gekomen? Ja, nou, het was een beetje hectisch verlopen allemaal. En er was dus ook aangifte gedaan. En ik had dus van tevoren bij de politie gevraagd van hoe gaat het nu verder? Want er lopen aangifte tegen mij. En wat moet ik daar nou mee? Ja, en die aangifte, waarom heeft ze dat gedaan? Omdat ze had gezegd dat ik haar spullen had verduisterd. En dus uiteindelijk hebben we dat van tevoren doorgesproken. En die zei van, nou, je gaat bij de deur staan om echt te tellen wat allemaal eruit gaat. Dat je dan geen probleem. Ook alle kleine dingen. Ja, nou alles wat ze, ja, met recht, de lepeltjes, met recht, alles moest, ja, echt alles moest geteld worden. De nachtstand is 49,398. Deze kassen allemaal leeg, 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 leeg. Dat is voor jullie. En hier staan dan, dit is de laatste kast, kijk uit voor je hoofd. Nou, de spullen zijn het huis uit, eindelijk. En nu moeten we wachten op mevrouw Van Geel. Nou, het was echt een enorme toestand. Heel veel mensen dus in huis. Lijkt me ook best stressvol. En dan ook nog wachten op mevrouw Van Geel, want die was er niet. Nou, ze behoorde wel in het begin aanwezig te zijn. Alleen ze liet echt op zich wachten. En uiteindelijk kwam ze aanrijden. En hoe kwam ging ze, die ontmoeting tussen jullie? Ja, hoe moet ik het zeggen? Een beetje afstandelijk. Ja, inderdaad. Een beetje cool en zakelijk. Ik denk dat ik behoorlijk heb meegewerkt. Behoorlijk meegewerkt? Ja. Vindt u dat? Als u al zo lang op de betaling had moeten wachten als ik op mijn meubels, dan denk ik... Dat is uw eigen verantwoordelijkheid geweest. We hebben 3 keer gevraagd of u spullen op wilde halen en 3 keer had u geen tijd. Nee, niet bij mij. Nee, bij de makelaar. Hè? Ja, maar dan moet u de makelaar aanspreken, niet mij. We halen de vloerbedekking er even uit en dan zijn wij weer weg. Okay. Ja, veel plezier ermee. Want als u zo op uw streep staat over de vloerbedekking, sta ik ook op mijn strepen van de meters. Dus de medestanden zijn genoteerd. De meterstanden. Ja, precies. Alles hebben we gecontroleerd. De mensen zijn erbij geweest, de politie is erbij geweest. Dus bij deze verwacht ik dat we gewoon elkaar hierna niet meer zien. Dat hoop ik. Oké, prima. Dan kunnen wij weer gaan. Gaan we met een job. Ja, we gaan. Oké. Succes. Dank u wel. Doei. Oké, succes mevrouw. Ik begrijp de boosheid van mevrouw niet jegens mijn personeel vooral. De wijze waarop ze mijn personeel te woord staat, hoe ze met mijn personeel omgaat. Dat vind ik echt, dat laat de wensen over. Maar dat zegt denk ik meer over mevrouw en haar manier van uitdrukken van haar boosheid als over ons als bedrijf, want wij functioneren als een rijdende trein. En ik sluit het hierbij af. Dus toen was het zo, dus de gasplaat werd meegegeven en toen ging die monteur kijken en er zit daar zo een of andere iets aangesloten. Ja. En toen zegt hij zo van, nou, hij zegt de overhing iets naar voren. Hij zegt mevrouw, hij zegt u bent een beetje door het oog van de naald of naald van de oog, een oog van de naald, oog van de naald gekropen. Ja. Hij zegt want hij doet niet iets zien en hoe heet het? Werd zo uitgetrokken. Hij zei, anders hadden we echt een groot probleem gehad. Oh nee, helemaal dus netjes. Was straks het hele huis misschien wel. Ja. Ja. Oh, dat is wat. Ja, precies. Dus daar waren we zo blij mee. Ja. Het was echt ongelooflijk eigenlijk. Welkom. Hey. Oh. Hallo. Goedemiddag. Ja. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Bos bloemen. Oh, wat geweldig. Dat vind ik wel hartstikke lief. Een fles wijn die erbij hoort. Oh. En 3 zoenen mag ik je die geven? Ja, tuurlijk. Geweldig. Dankjewel. Vertrouwen in ieder geval. En, U bent de makelaar van toen? Nee, toch? Nee. Goed dat je dat zegt. Ja. Nee, het is eigenlijk dat deze zaak gaat spelen is nog voor mijn tijd. Ja. En ja, nadien werd ik hiermee geconfronteerd. En zijn wij aan de tafel gaan zitten en hebben gekeken van nou ja, ik kan wel niks aan doen wat er gebeurd is. Maar ja, naar de toekomst toe kan ik wel proberen iets op te lossen. En voor de rest is het gewoon, weet je, er zijn heus wel kopers op de markt. Maar ja, je moet ze wel opzoeken. Ze komen niet vanzelf naar je toe. Nee. Net als de notaris. Nee, dit huis is natuurlijk uiteindelijk in 1 keer verkocht. Dat kwam natuurlijk door de uitzendingen van de Oh, jij wil nu nog een stukje financiële... Dat regelen we straks wel met hier, want de makelaar wacht. Nee. Hartstikke gefeliciteerd. Ik vind het heel fijn voor jullie dat het zo is afgelopen. Ja, we zijn ook heel erg blij mee, inderdaad. Geniet ervan. Bedankt. En u ook bedankt. Dankjewel. Succes. Bij de notaris straks. Ja. We gaan het best doen. Jij begint met het werk doen. Ga gauw, want dan... Ja.
En bedankt. Ja, oké. En heeft u nou thuis ook een conflict? Want u ziet het, ja, het wordt opgelost. Dan kunt u uw conflict nu aanmelden. Ga naar onze site. En wie weet hebben wij voor u ook een passende oplossing. Het Haarsteegse wiel is voor meneer Geerts een magische plek waar hij helemaal tot rust komt. En die rust die heeft hij nodig om dramatische ervaringen te verwerken. En juist daarom wil hij zijn auto niet langs de provinciale weg zetten, maar juist op de parkeerplekken vlakbij zijn visplek. Als ik in Haarsteeg ben, dan valt echt alles van me af. Echt alles, want door mijn schijnheid kwam ik weer bij een keuringsarts. Op een zegt hij, meneer Geerts, hebt u hobby's? Ik heb hobby's, ja, tuinieren, ja, dat kan je trouwens ook zien hier. En vissen. Nou meneer, dan gaat u maar eens tuinieren en vissen en dan komt het allemaal goed. Ja, dat water heeft iets aparts. Dat voel ik al vanaf de eerste dag dat ik daar kwam. En de eerste dag was in 1981 of 1983, dat weet ik niet meer. Zo lang wist ik al daar. Ja, ik kan functioneren in mijn leven door te vissen, absoluut. Ja, vissen is... Ja, dat is niet alleen een passie, het is een genezend functionerende uitwerking. En als ik niet meer naar Haarsteeg geweest, ja, dat is... gaat gewoon een stukje mij dood. Ik ga er al vissen vanaf 1981 of 1983. En na 30 jaar krijg ik ineens een bekeuring. Als we met de auto over de snelweg heen rijden en er staat een bord 100, weten we ook allemaal dat we daar eigenlijk maar 100 kilometer mogen rijden. En als er een bord staat verboden in te rijden, weten we ook allemaal dat we daar niet in mogen rijden. Ik kon dat gewoon niet bevatten. Hoe kan het dat ik nog niet meer kan vissen in Haarsteeg? Dat kan toch niet? Toen zag ik het bord pas staan, na 30 jaar. Echt waar, ik had het bord gewoon niet gezien, maar misschien ook dat mijn gezicht dan op oneindig staat van eindelijk, ik kan weer in Haarsteeg gaan vissen. Dan kijk ik niet naar het verkeersbord, ik wil gaan vissen. Ik heb ook aan meneer Geerts uitgelegd, hij mag aan heel de Heusense weg behoudens dit stukje ter hoogte van de Haarsteegse wiel, ongeveer, ik zeg het even uit mijn hoofd, ongeveer dit stukje mag hij niet parkeren op de Heusense weg. En voor de verder rest, tot aan Herpt, mag hij gewoon parkeren aan beide kanten van de weg, langs de Heusense weg. Ik zag wel een schemaatje en een foto, maar waar mag die, op wat voor weg mag hij hem neerzetten? Nou, er is een weg en vervolgens een behoorlijke berm en daarnaast nog een fietspad. En wat voor weg is dat? Is dat een ja, het is gewoon een doorgaande weg van 80 kilometer weg. Oké, dus er wordt hard gereden op die weg? Ja, 80 hè. Nou ja, ja, dat mag je hopen dan. Ja, dat klopt. Maar nogmaals, een behoorlijke brede berm. Maar u zegt dat is veilig? Ja, ik vind het zelf wel veilig, want de berm is voldoende breed. De hele strook fietspad. Dat is helemaal niet veilig, dat is heel onveilig. Sterker, als je daar auto's parkeert, dan krijg je exact dezelfde situatie. Waardoor 15 jaar geleden daar een kind is doodgereden. Alleen de situatie is nou verplaatst. Dus er mogen kinderen hier wel doodgereden worden en daar niet. U snapt het niet. U zegt eigenlijk van ze verplaatsen gewoon die parkeerplaatsen naar een plek waar het gewoon hartstikke onveilig is. Ja. Het ligt voor mij heel gevoelig, omdat ik weet wat het is om een kind te verliezen. Dus als u daar uw auto neer zou zetten, dan levert u dat in feite, nog meer stress en ik word eindelijk, dan word ik gewoon met mijn neus het feit gedrukt van zo en zo. Maar daar wil ik eigenlijk niet verder op ingaan. Nee, maar dat laten we ook gewoon. Maar u geeft duidelijk aan, voor mij is het gewoon niet fijn en niet goed om die auto daar neer te zetten. Alleen de belangen van de natuur zijn meegenomen. Naar de belangen van Geerts is zelfs niet gekeken. Parkeren in de berm is om persoonlijke redenen voor hem geen optie. Bovendien, van een ontheffing is in dit wel heel bijzondere geval niet of nauwelijks een aantasting van het stiltegebied te vrezen. Integendeel, want van Geerts mag worden verwacht dat hij als groot natuurliefhebber de grootst mogelijke omzichtigheid in acht neemt. Alles tegen elkaar afwegende ben ik daarom van oordeel dat de gemeente aan Geerts in alle redelijkheid alsnog een ontheffing moet verlenen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel.
Kijk eens, wat moet dit fijn voor u voelen. Ja. Kunt u beschrijven wat er door u heen gaat? Nee, kan het niet. Nee. Kan het niet. Ontroerd door de uitspraak. Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Wauw. Kijk nou eens, wat een geweldige plek. En hier komt meneer Geerts dus al 30 jaar om fantastisch te vissen en te genieten van het, nou ja, al het moois wat we hier zien. Maar zijn probleem was altijd dat hij hier zijn auto wilde parkeren en dat het niet mocht. Want dat mag je alleen maar als je een bootje hebt en dus een vergunning. En als je geen vergunning hebt, dan krijg je dus een boete, net als, nou ja, deze auto. En ik kan je laten zien, dat is echt niet mals. Kijk, dat kost je dus 85 euro. Maar gelukkig heeft meneer Geerts daar dus geen last meer van, want hij heeft nu een vergunning. Kunt u het gevoel beschrijven wat er door u heen ging toen meester Visser zei van, nou, u krijgt gewoon een ontheffing? Dat kan ik bijna niet beschrijven. Ik had helemaal niet verwacht, wel gehoopt. Ik had wel op iets gehoopt en ik heb altijd de overtuiging of de hoop gehad, zo moet ik eigenlijk zeggen, dat het voor mij positief af zou lopen. Iedereen, inclusief mijn eigen vrouw, Pieter, je hebt geschijnvakantie, of je hebt geschijnvakantie, iets andere bewoordingen, maar ja, ik heb altijd toch, en dat zeg ik niet om minister Visser met mijn mond te praten, altijd in het sterk vertrouwen gehad in het rechtsgevoel van minister Visser. Okay. Ik kan het niet anders formuleren dan zo. Nee. Nou, en nu zitten jullie lekker. Ja, dat is gewoon genieten. Ja. Ik bedoel, ik heb vandaag weliswaar niks gevangen, maar dat maakt helemaal niet uit. Niks gevangen? Ik heb nog geen beet gehad. Maar dat is ook niet zo erg, want ik kom ze alleen maar om ze bang te maken. En, oh. En dat is goed gelukt, want ik heb niks gevangen. Ja, ze zijn heel bang. Ik heb de kar op goed vissen. Bang kunnen maken vandaag. Ja. Maar meneer de Visser, moeten we niet ondertussen iets doen om die vissers wel visjes te laten bijten? Wat doet u normaal? Hoe bedoel je? Nou, even een beetje zo... Nee, kijk, karper is eigenlijk een hele saaie manier van vissen. Oh. Dus... Oké. Dit is het. Nou nee, dus normaal is het meer acties nu. Ze bijten gewoon. Het is gewoon even voeren en inwerpen. Soms is het letterlijk uren, dagen maken. Sommige vissers zitten hier. Uren, dagen maken? Ja, zo, letterlijk uren of dagen maken. Er zijn vissers die trekken er een weekend vooruit. Zo. Nou, daar gaan we dan. Deze engel liggen pakken, denk ik. Ja, dat is meer een beginners... Die liggen achter een rietstengel door. Dan denk ik twee. Wat fout. Even de spoel een beetje vastdraaien. Ja. Nou, gewoon draaien. Zo. Een beetje omhoog houden. Ja. Kijk eens. Oeps. Ik zit. Ja, dat is gewoon een beetje weer. Vast. Ja? Ja, maar nee, dat is gewoon een beetje. Heeft u een goede verzekering of ik? Ik zit echt vast. Oh. Het is toch wel heel duidelijk. Het gaat goed pot. Nou, wil je nou ook inwerpen of... Nou, dat lijkt me wel leuk, ja. Zal ik even voordoen? Toestaat. Zal ik even voordoen, ja. Maar ik denk zo vast. Ja. Nou, daar gaan we. Dan leg ik hem eens in de steun. Leg hem even neer, ja. Ja, we begonnen deze dag natuurlijk behoorlijk heftig. Maar we sluiten hem mooi af. Nou, en u ziet het, hè. We kunnen u helpen. En dit is het bewijs. Oeps. Zit ik nou... Nee, dat is gewoon een beetje fonteinkruid. Gewoon door. Oké. Ja. Neem wat plantjes mee. Gevangen. Hoppatee. Het is wel geen vis, maar meneer Geurs, u mag het wel mee naar huis nemen. Kijk eens. Zullen we het er even uithalen? Pas op voor het haakje. Pas op voor het haakje. Zo. Nou, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Nou, mag je hem inwerpen? Oké. Iedereen is anders. Gelukkig wel.